De bouwplannen. Goed, de bouwplannen voor de dierentuin zijn als volgt. We hebben een tijdje nagedacht hoe ik het nou ging aanpakken, de dierentuin. Nou, de dierentuin begint gewoon boven. En uiteindelijk, als je boven alle dieren hebt gezien, kun je nog ervoor kiezen om naar beneden te gaan. En beneden zal het park dan zich verder vervolgen. Oké, we zijn nu bezig. We zijn nu bezig aan een haaienverblijf. Want ja, we willen natuurlijk wel in het thema van het water blijven. Want zoals je ziet hierboven hebben we al krokodillen zitten. En hier hebben we vissen zitten en otters. Kijk, en dan kom je hier beneden, heb je het verblijf van de nijlkrokodil. Dus dan kan je gewoon onder water eigenlijk kijken. En dat is hier precies hetzelfde. Maar, nou zaten we natuurlijk met het probleem dat de wereld op een gegeven moment niet meer verder kan. Omdat dit gewoon een zwevende blokken zijn. Dus daarom willen we hier naar beneden gaan bouwen. Dus hier heb ik een trap gemaakt. Hier komt ook nog een trapleuning op. En hier om de hoek gaat ons thema gewoon verder. Dit wordt het aquarium voor de haaien. Zoals je ziet is het super groot hier. Dit wordt het aquarium voor de haaien. De haaien hebben super veel ruimte zoals je ziet. Hier komen nog... Ja, hier komen gewoon denk ik gewoon stenen. En ja, hier komen dan ramen. Raampjes, zodat je naar binnen in het aquarium kan kijken. En hier komen ook allemaal raampjes, zodat je ook nog naar binnen kan kijken. Hier komen gewoon muren. En hier ga ik ook nog wat raampjes plaatsen. Hier. Hier, zodat je ook nog hier kan kijken. Even kijken, wacht even. Zo. Ja, dit ziet er wel vet uit, zo. Oké, hier kun je dus ook nog mooi kijken. Maak hier een mooie vierkant raam van. Zo. Dus, hier komt het haaienverblijf. Hierboven hebben we het krokodillenverblijf. En daarnaast hebben we de otterverblijf en de vissen. En wie weet gaan we nog meer zeedieren plaatsen. Want ja, het is een beetje een waterthema hier. Wat we aan het bouwen zijn. En in de rest van de dierentuin komen de andere diersoorten. Oké, ik ben super tevreden met dit resultaat al.